Hier gebeurt het allemaal, kijk eens. Hallo, kunnen jullie mij verstaan? Hallo meneer. Hallo, wat staat er op het menu vanavond? Nou, we hebben vandaag een aantal fantastische stamppotten. Omdat het een goede traditie is om af te sluiten met alle mensen van het Koonstamhuis en het Theo Thijssenhuis. Ook een goede start om het nieuwe jaar te beginnen met z'n allen. Gaat het goed? Nou, zoals je ziet, niet echt. Maar oefening baat kunst. Het is een Bavrois van witte koekjes. 2013 zal wel weer een woelig jaar zijn. Als je gewoon een beetje kijkt naar de wereld, dan is het niet anders meer. We beginnen met de hete bliksem. Ik weet niet of je daar bekend bij bent. We hebben twee soorten appels ingewerkt. Dus heerlijk fris zuur ook erbij. Boerenkool, worst, hakballetjes. Even kijken. Eendenborst. Dus het is een internationaal stamppotbuffet is het eigenlijk. Dit jaar is het uit het huis van de lerarenopleidingen zelf. Namelijk studenten van de lerarenopleiding horeca en voeding. Hebben dit, ik geloof zelfs met z'n dertigen, de afgelopen dag georganiseerd. Dan gebruik je andere knijp voor de zuurkool en hete bliksem, want anders krijg je goede stukjes in de zuurkool. Ja, is hier. Dat is de bedoeling, mensen komen en er maar bolletjes op een bord van wat ze willen, vleesje erbij. Wij zitten hier in een ultiem domein en ik ben altijd buitengewoon trots geweest dat ik daar een tijd leiding aan heb moeten geven. Ik pakte die bak dus vast met boerenkool erin. En ik dacht, ja, ik kan hem ook laten vallen, maar ja, ik heb toch liever mijn hand verbrand. Want ik liever mensen natuurlijk wel die heerlijke boerenkool laten proeven. Dus, kijk, dit is een echte kok, hè? Ja, dat is hard voor de zaken natuurlijk. Hard voor lekker eten. Nu moet je wel dus, op de blaren zitten. Ja, nu moet je wel op de blaren zitten, letterlijk. Ja. Heb het goed en doe de goede dingen. Kijk, dat is het verschil tussen verse roodworst, echte Slaagse roodworst en van die Unox-meuk. Deze zijn heel mooi sappig. Hete bliksem. Ja, kom, doe die camera weg, ga ja, ik moet helaas de camera vast, de GR afwassen, ja?